Deze webles behandelt geen nieuwe stof. Ook worden er geen voorbeeldopgaven gemaakt. Deze webles geeft een overzicht van alles wat je rondom één onderwerp moet weten voor je centraal examen. Probeer het verhaal te volgen en noteer elke term, elke formule en elke toelichting waarvan jij niet meer aan jezelf kunt uitleggen wat het is. En fris na het kijken van deze webles de achterliggende theorie op. Zo ben je efficiënt bezig en train je jezelf voor het centraal examen. Deze webles gaat over de term beweging en we gaan een viertal soorten beweging bekijken. Je hebt de eenparige beweging waarbij je met een constante snelheid in de rechte lijn beweegt. De eenparig versnelde beweging waarbij je ook in de rechte lijn beweegt maar waarbij de snelheid gelijkmatig op of afneemt. De cirkelbeweging waarbij je met een constante snelheid in een cirkel aan het ronddraaien bent. En tot slot de willekeurige beweging. En bij elk van deze vier eh, soorten beweging gaan we kijken hoe kun je ermee rekenen, welke formules horen erbij en hoe zien die bewegingen eruit in grafieken en wat moet je met die grafieken kunnen. En dan gaan we twee soorten grafieken bekijken, een xt-grafiek en een vt-grafiek. We beginnen met de makkelijkste beweging en dat is de eenparige beweging. En daar hoort eigenlijk maar één formule bij, s is v mal t. Dus de afgelegde weg is de snelheid die je hebt, maal de tijd die, de, die je aan het bewegen bent. Die kun je ook nog anders opschrijven. Uh, in deze vorm, V is uh, je afgelegde weg, delen door de tijd waarin je dat doet. En uh, het rekenen ervan is uh, vrij eenvoudig. En ook de grafieken zien er vrij eenvoudig uit. Want uh, het XT-grafiek van een eenparige beweging, dat is een uh, rechte lijn die door de oorsprong gaat. Hoeft niet, je kunt ook beginnen al met een uh, beginwaarde voor jouw uh, afstand, maar meestal gaat die door de oorsprong. En uh, met ook, dat gaan we dadelijk zien, een richtingscoëfficiënt of een stijlheid. VT-grafiek is nog simpeler, dat is gewoon een, uh, een horizontale lijn, want je snelheid is immers um, constant, dus daar gebeurt heel weinig in. In jouw XT-grafiek kun je de snelheid bepalen. En wat je dan moet doen is de stijlheid van je grafieklijn bepalen. En als je die stijlheid hebt, dan heb je ook meteen eigenlijk je snelheid v te pakken. Bij de eenpaar versnelde beweging verandert v. Toch kun je zeggen, als je de afgelegde weg be wil berekenen, eh, dat die gelijk is aan v mal t. Alleen dan moet je wel opletten, dan moet je de gemiddelde snelheid pakken, want de snelheid zal gedurende een heel traject continu veranderen. Nu is er een makkelijke manier om die gemiddelde snelheid te bepalen. Want als je maar de beginsnelheid en de eindsnelheid beweegt bij een eenpaardig versnelde beweging, dan weet je ook eigenlijk direct de gemiddelde snelheid. Die ligt er namelijk altijd precies in het midden tussen de begin- en de eindsnelheid. Bij een eenpaardig versnelde beweging hoort ook een nieuwe gro grootheid, dat is de versnelling. En de versnelling geeft aan hoe snel de snelheid verandert en die kun je altijd bepalen met uh, het verschil. In de snelheid delen door de, de tijd die, je, uh, die het kost om die snelheidsverandering te krijgen. Dus a is delta v gedeeld door delta t. Het Vt-diagram van een eenpaarige versnelde beweging ziet er ook al iets interessanter uit dan bij een eenpaarige beweging, want de snelheid verandert in de loop van de tijd. Ook deze hoeft niet door de oorsprong te gaan. Je kunt natuurlijk ook een situatie hebben waarbij het voorwerp al een beginsnelheid heeft. En die beginsnelheid kan ook negatief zijn. Maar uh, in grote lijnen ziet uh, de grafiek er zo uit. Wanneer je nu de plaats of de afstand in de loop van de tijd uitzet. dan krijg je een kromme lijn. Een gedeelte van, van een parabool. Wat kun je nu in een VT-grafiek uh, bepalen bij een eenpaardig versnelde beweging? Nou, daar zit de versnelling A in verstopt. Dan moet je namelijk de stijlheid van de grafieklijn bepalen. Eigenlijk op dezelfde manier. ...als dat je bij een beweging de stijlheid van je grafiek in het XT-grafiek gaat bepalen. En eh, let erop dat die grafieklijn die zou ook naar beneden kan lopen, af kan lopen. Dan neemt je snelheid in de loop van de tijd af en dan noemen we het een vert vertraging. Een speciale situatie is wanneer je te maken hebt met een vrije val. Wanneer je iets laat vallen op of rond het aardoppervlak... ...dan krijg je namelijk het volgende... De versnelling waarmee je het voorwerp gaat vallen, weet je eigenlijk al. Ook als die in de som niet gegeven staat, mag je rekenen met de waarde 9,81 meter per seconde in het kwadraat. En dat is de valversnelling gaan heten. En die heeft ook een aparte letter, dat is de letter G. Let ook op het minnetje, want de valversnelling is altijd naar beneden gericht. Hoe ziet nou het plaatje eruit van een vrije val? Het VT-diagram. Nou, die kan ik ook laten zien, die ziet er zo uit. Let er even op dat we in uh, deze grafiek uh, de snelheid naar beneden positief hebben genoemd. Dus het voorwerp valt wel naar beneden, maar de snelheid neemt toe. Uh, je mag zelf namelijk kiezen of je naar boven of naar beneden positief noemt. En wanneer we dus naar beneden positief uh, noemen, dan neemt de snelheid toe. En wanneer er geen luchtwrijving is, dan krijg je een rechte lijn. En je kunt dan altijd checken of iets met. Uh, de valversnelling aan het vallen is of iets ook een, echt een vrije val maakt, want je kunt dan van deze rechte lijn eh, het hellingsgetal bepalen, de stijlheid bepalen en daar moet dan 9,81 uitkomen. Wat gebeurt er nu wanneer je wel wrijving hebt? Ook die situatie moet je herkennen. Wanneer er wel wrijving optreedt, wanneer je iets laat vallen, dan zal, wanneer de snelheid toeneemt, die wrijvingskracht ook toenemen, waardoor je in een vt diagram een afbuigende lijn krijgt, en dan beneden afbuigende lijn, en wanneer je maar lang genoeg wacht, dan zul je zien dat er een bepaalde eindsnelheid bereikt wordt, en eh, wanneer het voorwerp met die eindsnelheid valt, dan is er geen sprake meer van een versnelling, maar dan zal het voorwerp met die eindsnelheid vallen, totdat het de bodem bereikt. De volgende beweging, eh, daar, daar kunnen we kort over zijn, dat is de cirkelbeweging. Wanneer je in een cirkel beweegt, met een constante snelheid, dan heb je een formule om uh, de snelheid, de baansnelheid ook wel genoemd, uit te rekenen. En die formule ziet er als volgt uit. Die formule zegt eigenlijk het volgende: wanneer je weet hoe lang je doet over één keer een rondje af te leggen, dat heet dan de omlooptijd, hoofdletter T, en je weet ook hoeveel meter één rondje uh, inneemt, en dat is eigenlijk de omtrek dus van een cirkel met de straal r. Dan kun je de snelheid berekenen, want de snelheid is eigenlijk niets anders dan de afgelegde weg gedeeld door de tijd waarin je die doet. En in het geval van een cirkelbeweging luidt die dus 2pi maal r delen door de omlooptijd t. Hoe zit het nu met een willekeurige beweging? Je zult misschien denken dat je bij een willekeurige beweging niet veel kunt uitrekenen, maar dan vergis je je. Je hebt ook formules die je kunt gebruiken bij een willekeurige beweging, zoals de gemiddelde snelheid. Wanneer je op twee verschillende tijdstippen een plaats weet van een voorwerp, dan kun je altijd de gemiddelde snelheid ervan uitrekenen. En die is dan eh, gelijk aan delta x gedeeld door delta t. Wat er nu precies tussen die twee punten gebeurt met, het, eh, met de snelheid van het voorwerp, dat weet je niet. Maar je kunt altijd de gemiddelde snelheid uitrekenen. En eigenlijk in hetzelfde eh, stramien kun je ook het volgende zeggen. Als je op twee verschillende tijdstippen de snelheid weet van een voorwerp. En die snelheid verandert, dan kun je ook altijd de gemiddelde versnelling uitrekenen van dat voorwerp tussen die twee punten. En dat doe je dan met de formule A. De gemiddelde snelheid is dan delta v gedeeld door delta t. Wiskundig gezien kun je dan nog een stapje verder gaan. Kun je zeggen: ja, er is een verband tussen de snelheid en de plaats in de, in de loop van de tijd. Je kunt dan namelijk zeggen: de snelheid is niks anders dan de afgeleide van de plaats, van de positie in de loop van de tijd. V is dx. Gedeeld door dt. Daar gaan we dadelijk bij onze grafieken gebruik van maken. En eh, de versnelling hangt ook samen met eh, de snelheid van een voorwerp. De versnelling is namelijk de afgeleide van de snelheid in de loop van de tijd. a is dv gedeeld door dt. Wat kun je dan nu mee wanneer je een grafiek hebt van een willekeurige beweging? Nou, kijk even naar eh, deze grafiek. En dan moet je eigenlijk vooral richten op de rood getekende lijn. Dat is een willekeurige beweging van een voorwerp. En met uh, de regel v is dx gedeeld door dt kun je op elk gewenst tijdstip kun je voor jezelf gaan bepalen uit de grafiek wat de snelheid is van het voorwerp. Wat je dan doet is het volgende: op het tijdstip waarop je de snelheid wil weten trek je de raaklijn, dat is de, de schuine zwarte lijn, en de raaklijn die loopt zo goed mogelijk, die heeft dezelfde richting als de rode lijn op het tijdstip waarin je geïnteresseerd bent. En als je die raaklijn hebt, dan trek je die lijn lekker groot door. Je trekt een driehoek en je bepaalt uh, de hoogte, delta x, je bepaalt de breedte, delta t, en je gebruikt uh, de formule v is delta x gedeeld door delta t. En je hebt dan zo uh, grafisch de snelheid op een bepaald punt uh, bepaald. Dus heel even kort, wat doe je? Trek de raaklijn zo goed mogelijk. Dat doe je op het oog. Je, bepaalt, je maakt een driehoek, je bepaalt delta x, je bepaalt delta t, en je breekt het v. Volgens hetzelfde uh, stramien kun je ook weer, wanneer je te maken hebt met een vt-diagram en een uh, willekeurige beweging, ook weer hier die rode lijn die getekend is, kun je ook weer op elk gewenst tijdstip de versnelling bepalen met de formule a is delta v gedeeld door delta t. En je gaat dan eigenlijk uit van het feit. Dat de versnelling de afgeleide is van de snelheid. En de aanpak is eigenlijk vrijwel hetzelfde. Op het punt, op het tijdstip waarbij je de snelheid wil weten, trek je de raaklijn als weer de schuine zwarte lijn. Zo goed mogelijk, zelfde richting als de rode lijn. Je maakt een grote driehoek. Je bepaalt de twee zijden van de driehoek, die kun je dus aflezen in je grafiek, delta V en delta t. En je gebruikt de formule A gemiddeld is delta V gedeeld door delta t. Maar in dit geval is het niet a gemiddeld. Maar is het je versnelling op dat tijdstip? En eh, dan zo kun je dus de versnelling bepalen. En in dit geval hebben we dus te maken met een negatieve versnelling, een vertraging. En als je dus op een ander tijdstip zou kijken, op een ander eh, punt t, dan loopt daar ook die rode lijn anders. Je zult je raaklijn ook anders moeten tekenen. En je krijgt dus ook een andere waarde voor je versnelling. De VT-grafiek is sowieso erg handig, want naast dat je uit een VT-grafiek. Grafisch de versnelling kunt bepalen op elk gewenst tijdstip, kun je ook die andere belangrijke grootheid, de verplaatsing, bepalen uit de VT-grafiek. En dat doe je als volgt: De verplaatsing zit namelijk verstopt als het oppervlak onder jouw VT-grafiek. Kijk even naar het voorbeeldje rechtsonder. Stel de vraag is hoe groot is de verplaatsing geweest tussen de tijdstippen T1 en T2? dan is de verplaatsing niets anders dan het oppervlak van het gearceerde gebied. En dat oppervlak dat kun je dan bepalen, kun je benaderen en dat kun je dus grafisch uit je grafiek halen.